America needs a strong leader. A man with a vision. A man with a plan. Are you going to vote for Obama? I would vote for you. Mr. President. A man of the people. America needs Martin Van Rossum. This land is your land, this land is my land. California to the New York Island, the Redwood Forest to the Coastline Waters. This land is great for you and me. Ja, hij reed met een campagnebus kriskras door de Verenigde Staten, alsof hij zelf president wilde worden. Dat is niet gelukt. Het is opnieuw Obama geworden. Hij heeft een paar uur geleden de eed afgelegd in Washington. Hier is Maarten Van Rossum. Meneer Van Rossum, welkom. Meneer Van Rossum, welkom. De bekendste historicus van Nederland, dat mag ik wel zeggen. U mag dat best zeggen, ja. Ja, u bent een bekend tv-gezicht in Nederland. Dat mag u ook wel zeggen, ja. Ja, op uw expertise wordt heel erg vaak een beroep gedaan, hè? Ja. Ja. Niet iedereen is het met dat woord expertise eens, maar alleen. Ja, ze blijven u toch vragen, dus daar moet toch een reden voor zijn, hè? Ja, we hebben net die beelden gezien. U heeft effectief Amerika doorkruist in een campagnebus, omdat u daar, bij wijze van spreken, president wilde worden, hè? Ja, met tien verstanden natuurlijk dat iemand die niet in Amerika geboren is, geen president kan worden. Nee. Dus mijn eerste programmapunt was eigenlijk om van Nederland de 51ste staat te maken. Mm-hmm. Waardoor ik met terugwerkende kracht in Amerika geboren zou zijn en daadwerkelijk ook een goede kans zou maken om president te worden. Hoe komt u erbij, meneer Van Rossum? Nou, ik heb dat altijd wel een leuk idee gevonden om Nederland de 51ste staat te maken. Mm. Ik zag ook al wat in een soort verbindingsstuk tussen de Europese Unie enerzijds en de Amerikaanse Unie anderzijds. Ik denk ook dat dat voor de komende jaren een interessant programmastuk is om in die richting te werken. Er is wel een soort vervreemding opgetreden in de afgelopen jaren door het eind van de Koude Oorlog en zo. En ik geef toe dat dit nou een beetje een symbolische actie was. Ja, tuurlijk. Maar, tuurlijk. Ik denk dat daar toch een ondertoon in zat van, ja, we zouden die contacten effectiever moeten maken. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een douaneunie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens mij hoort dat tot de reële mogelijkheden. Ja. Maar wat ik me afvroeg, u doseert al jaren Amerikanistiek aan de universiteit. Ik ben al met 4 jaar met pensioen. Ja. Ja, je wordt er gewoon uitgelazerd. Je wordt er gewoon uitgelazerd. Ja. Ik had dolgraag wel wat door willen werken, maar ondanks alle propaganda van de Nederlandse overheid ter zake bleek dat niet mogelijk te zijn. Dat niet mogelijk. Nee, en dan wel met de bus door Amerika. Wat ik me dan afvraag, hè, na al die jaren, ook boeken volgeschreven over Amerika, heeft u daar dan nog dingen gezien waarvan u dacht, hey, het is helemaal anders dan ik dacht, of dit had ik nog nooit gezien? Ja, Dallas vooral. Waarom Dallas? Ik was mijn hele leven, of mijn hele leven, dat is onzin, maar vanaf 1963 was ik de mening toegedaan dat Oswald dat in zijn eentje had gedaan. Al die theorieën over de moord op Kennedy, ja, bedoelt u? Al die theorieën van over die samenzweringen, daar zag ik niet zo verschrikkelijk veel in. Maar ik had wel in de loop der jaren gedacht, ook door wat ik op de film had gezien en foto's van de locus delicti, van de plek waar het gebeurd was, van nou, het moest toch een lastige zaak zijn geweest om met een bewegend doel, want die auto reed natuurlijk, om die president te raken. Ja. Maar nu heb ik gestaan op de plek waar Oswald heeft gestaan of gezeten, dat weet ik eigenlijk niet precies. En nu begrijp ik ook dat dat kennelijk allemaal groothoekig aangepakt is. Want het is in feite een vrij compacte ruimte. En als je daar staat met een geweer, dan kijk je naar beneden. Het is 70 meter naar beneden. En die auto die reed een kilometer of 15 per uur. Ja. Het was een fluitje van een cent. Ik geloof ook dat ik in die documentaire zeg, ik had het zelf ook kunnen doen. Ah, ja. Terwijl ik kan u verzekeren dat ik bepaald niet een van de grote scherpschutters van Europa ben. Maar het moet makkelijk geweest zijn. Hij moet dat inderdaad effectief zo gekund hebben. Het was doodsimpel. En nog een detail. Hij werkte daar volkomen toevallig in dat boek Depository. Volkomen toevallig. Hij wist helemaal niet dat de president, hij was daar in september begonnen. En tot zijn stomme verbijstering leest hij een paar dagen voordat het gebeurde in de krant dat de president daar voor dat boekenpakhuis voorbij zal rijden.
Het is een reeks bizar, van... zo makkelijk. Bizar. Het is een reeks van toevalligheden. Ja, en wat een turn in de geschiedenis natuurlijk. Wat een keerpunt. Nu, wat u ook, want ik heb u een aantal van uw reportages bekeken, want u heeft er een tv-programma rond gemaakt. Wat u ook heeft begrepen op een van uw tochten is dat je zonder stylist, dat je nergens komt als je president wil worden. Dat is wel een leuk stuk, bij, ja. U bent bij een specialiste op bezoek. Ja, zij was de stiliste van, ik meen, een tijdje Ronald Reagan. Ja. En ook misschien nog wel van de oude Bush, dat weet ik niet precies. Professional. Maar... En u vroeg wat u eventueel ook aan u uiterlijk zou moeten doen om president te worden. Heel wat. Even kijken. En ondertussen heb ik een afspraak met een stiliste die onder andere gewerkt heeft voor Nancy Reagan en die, naar ons verzekerd is, verkeert in de allerhoogste kringen van Washington. Do you think that I have enough innate stylishness to become a president of the United States, or I'm maybe too European, or? Well, I think you have a lot of stylishness. You are very European. Probably you're going to have to shave your beard. We'd have to do some test marketing, but there's a good possibility that the hair would have to be trimmed and the beard might have to go. So I need a total restyling, actually. The glasses are okay, but you might try some rimless glasses, too. Okay. We should see what that looks like. I'm not too old. It might make you look a little more intelligent. Not that you're not intelligent, but you might look more intelligent. Okay. You should maybe sit up in your seat a little straighter and pull your shoulders back and so that as you eat, you're sort of in control. Okay, yeah. I've heard that my whole life. Why do you sit so lamlendig, we would say in Dutch. So, guten appetit. Yeah. Ja, ze doet het wel heel diplomatisch, moet ik zeggen. Ja, ze was enorm beleefd. Het was, maar is Amerika dan veel meer een land van uiterlijkheden dan Nederland of België? Nee. Ik denk zelfs dat met mijn uiterlijk zou ik ook in Nederland waarschijnlijk wel wat trimmen nodig hebben. En zeker ook in België, naar mijn gevoel. Ook de Belgische politie zien er altijd keurig uit. Ja. Dus het is van alle werelden. Ja, want dat wil niet zeggen dat het niet een compleet vooroordeel is. Waarom zou je niet, ik bedoel, zolang mijn naaktheid bedekt is. Het zou pas raar zijn als ik hier in een zwembroek was gearriveerd in dat de studio. Dat zou raar zijn, ja. Ja, en dan ook vrij kwetsend voor het publiek wat daarmee geconfronteerd zou worden. Maar dat idiote voorschrift van die stropdas en dat overhemd, dat is natuurlijk volkomen gestoord. Dat is ook maar een gewoonte die, als ik het wel heb, minder dan 200 jaar oud is. Mm-hmm. De stropdas is een soort restant. Het is gekrompen van iets wat ze in die revolutietijd zo droegen onder hun hoofd. Het is allemaal pure flauwekul. Mm-hmm. Maar het telt allemaal, hè? Hoe we ons presenteren eruit zien. Hebben we vandaag ook gezien op de inauguratie. Als je de familie Obama ziet arriveren. Kijk hier de dochters. En dan Michelle, de first lady. Er was heel veel te doen over haar. Ja, bij ons noemen ze dat een froufrou. Dat is haar kapsel, een nieuw kapsel. Een pony. Hè, noemen ze dat, denk ik? Ja. Ik moet u zeggen, ik vind dat geklets over die presidentsvrouwen, dat vind ik echt weerzinwekkend. Die hebben er niks mee te maken, die hebben we niet gekozen. We hebben één persoon gekozen, dat is de president. Dat die toevallige man ook een vrouw en kinderen heeft, dat is nu eenmaal zo. Ik vind het voor vrouwen en kinderen eigenlijk vrij tragisch dat ze in die malle molen betrokken raken. In die zin zou je veel beter vrijgezellen. President of we hebben gelukkig Mark Rutte die vrijgezel is, zoals we dat al die kletskoek over vrouwen en kinderen waar ze aan winkelen, dat we dat niet hebben. Ik vind dat in Amerika volstrekt overdreven wordt, hè, want je wordt voortdurend lees je stuk. Ik las vandaag in de New York Times ook, ik weet niet waar, Michelle in de limelight en die steelt de aandacht van de president. Wow, volstrekte onzin. We moeten er eigenlijk van af dat die arme meisjes die dat niet helpen kunnen, dat ze de dochters van de president zijn, die moet je toch volledig in de schaduw laten. Dat zou toch fatsoenlijk zijn. Laten we dat even in plaats van voortdurend op te voeren en overal aandacht aan te besteden. Meneer Van Rossum, u heeft ongetwijfeld ook naar zijn speech geluisterd. Hè? Ja. Even op de inhoud focussen dan. Is u opgevallen. U vroeg ons een fragmentje te selecteren. Een van de dingen die u opviel was het volgende. Hij had het heel nadrukkelijk, Obama, over het klimaat.
Ja, dat was, niet, dat was maar een tweede fragment wat ik u aanbevolen heb. People still believe that our obligations as Americans are not just to ourselves, but to all posterity. We will respond to the threat of climate change, knowing that the failure to do so would betray our children and future generations. Some may still deny the overwhelming judgment of science, but none can avoid the devastating impact of raging fires and crippling drought and more powerful storms. The path towards sustainable energy sources will be long and sometimes difficult. But America cannot resist this transition. We must lead it. Dat vond u frappant. Onder andere een van de frappante dingen in zijn speech, hè? Ja, en dat vond ik frappant natuurlijk, omdat een van de twee politieke partijen in de Verenigde Staten, in casu natuurlijk de Republikeinse Partij, die grotendeels uit halve garen bestaat, eigenlijk in de afgelopen jaren gezegd heeft dat het hele klimaatopwarming, dat dat een grote leugen van links is en dat het allemaal onzin is en dat we ons daar niets van aan moeten trekken en dat laat staan dat de beleidsmaatregelen zouden moeten worden genomen. En we zitten toch nu met het probleem dat de Republikeinen de meerderheid in het huis hebben en ook op dit terrein waarschijnlijk een langdurige sabotagepolitiek zullen voeren. Dus ja, hij roept op, hij zegt het, hij beveelt het aan, maar of het ook gaat gebeuren in Amerika, dat is hier de vraag. Het land is in feite het slachtoffer van 3 decennia wanbeleid op vrijwel elk denkbaar terrein. En dit is één van de terreinen. Maar deze man gelooft u. Bent u een fan van Obama? Ja, ik ben vrij uitgesproken fan van Obama. En dat komt voor een belangrijk gedeelte omdat in Nederland is het nu bon ton geworden om te zeggen dat het zeer teleurstellend is en dat het allemaal lelijk is tegengevallen en dat hij ook een beetje too cool is. Dat is ook een bezwaar wat ze in Amerika hebben. Laten we met dat eigenlijk op vrij ondergeschikte bezwaar beginnen. Het is toch een zegen dat, dat het niet ook zo'n kermisklant is. Ook zo'n popiopi politicus. Hè, die man heeft een aanzienlijke distinctie. En dit is een man van beschaving en kennis. En daar zou je toch werkelijk diep dankbaar voor moeten zijn als je dat vergelijkt met het hele heerleger van halve garen wat we elders als leidende politici opgevoerd zien. Ook als hij al zijn verwachtingen bij lange niet kan inlossen in eerste instantie. Nou, laten we het daar dan in tweede instantie maar eens even over hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat op de lange termijn duidelijk zal worden dat de effecten van zijn beleid, in het bijzonder van de eerste 2 jaar, toen hij nog niet door de Republikeinen in de wielen werd gereden, dat die veel groter zullen blijken te zijn dan wij nu denken. Ja? Dat betreft het begin van de herziening van de gezondheidszorg. Dat is nog maar een begin. Dat is in feite het meest geldvretende onderdeel van de hele Amerikaanse publieke uitgave. Maar hij is ook begonnen met 800 miljard te pompen in de economie om te zorgen dat de zaak niet volledig zou imploderen. Mm-hmm. De effecten van die 800 miljard op een reeks van terreinen zullen veel groter blijken te zijn dan we nu denken. Gelooft u dat ook, meneer De Nijs? Dat achteraf gezien dat hij echt wel zijn plek in de geschiedenis zal veroveren? Ja, ik ben overtuigd dat hij van zijn tweede termijn zal gebruik maken om meer effectief door te gaan, meer risico's te nemen ook, ja. Maar wat mij opgevallen is, en wat ik toch eens wil vragen, meneer Van Rossum, ook met betrekking tot deze inauguratie, is hoe de Amerikaan sterk houdt aan zijn symbolen, aan zijn instellingen, aan het presidentschap, maar ook aan het lied, ook aan de vlag ook. Is toch iets wat wij minder kennen, bij wijze van spreken, en die eigenlijk toch dat land met zoveel verschillende culturen samenbindt. We zien vaak dat samenbindt, maar tegelijkertijd ook een hinderpaal is voor zinvolle veranderingen in de politieke structuur van het land. Want Obama begon zijn reden met nog eens de lof te zingen van de constitutie. Dat hij nu meer dan 200 jaar oud is en hoe belangrijk dat allemaal niet is. Maar die constitutie die leidt er in allerlei opzichten toe dat het voeren van verstandig beleid, dat buitengewoon lastig is. Die constitutie is namelijk deels ontworpen om een minderheid de kans te geven de boel te saboteren. En we zitten nu met een minderheid die niets anders wenst dan de boel te saboteren.
En ook het Amerikaanse systeem, anders dan wat je altijd leest en wat altijd beweerd wordt, is helemaal niet democratisch. Het is een hele slechte afspiegeling van de Amerikaanse bevolking en van de politieke wensen van die bevolking. Ja. Houdt u van dat land, meneer Van Rossum? Zou u hier kunnen wonen, ja, bijvoorbeeld? Ja, zo, hoe moet u dat? Kijk, u weet dat liefde en haat dat betrekkelijk dicht bij elkaar ligt en op een heel complexe wijze gerelateerd is. Ja, ik hou van de Verenigde Staten en ik heb er ook enorm de pest aan. Ja. Maar zou u er kunnen wonen? Op sommige plekken wel, ja. Manhattan zonder problemen. Ja. San Francisco zonder problemen. Seattle zonder enig probleem. Boston, een geweldige stad. Half Europa, half Verenigde Staten. Ja. Maar in de Red States, in alles wat tussen de kusten ligt, nee. Daar heb ik niet de geringste ambitie. En nu, meneer Denijs? Ik zou wel eens willen gaan naar Amerika. Ik ben al geweest naar New York, ben ik al geweest voor. Maar ik zou weer terug gaan. Dat is een van mijn doelstellingen, als ik toch wat beter ben, om een reis te maken naar Amerika. New York heeft niets met Amerika te maken. Dat is net zoiets als Amsterdam en Nederland. Juist. Als u Nederland wil leren kennen, moet u in Apeldoorn gaan wonen. Apeldoorn? Ja. Waarom in Apeldoorn? Nou, omdat dat zo melig is als de rest van Nederland ook is. Ah, ja. Goed, dan gaan we daar snel eens een kijkje nemen. Ik heb nog één vraag voor u, meneer Van Rossum. Hoe jammer vindt u dat de Elfstedentocht vermoedelijk niet zal doorgaan? Ik vind het een zegen dat hij niet doorgaat. Een zegen. En dat ook dat wezenloze geklets op alle zenders over die Elfstedentocht, dat ook daarmee afgelopen. Ik zag het vlak voordat ik wegging op teletext. De Elfstedentocht definitief afgeblazen. Er viel een last van mijn schouders, kan ik u wel zeggen. Ik ben blij voor u. Maak dan maar rossum, dames en heren.